vanavond hier zijn bij de 66e editie van de Avondvierdaagse van Noord-Wolde. Ik zie Anneke Tissink al eens zwaaien, die al meedoet volgens mij sinds 1984. Dat klopt, hartstikke mooi. En dan natuurlijk niet vergeten als Johan van Nieuwenhoven en Bouke, die al meer dan 50 keer mee hebben gelopen, is wel te benoemen. Wat we vanavond natuurlijk ook willen benoemen is mede mogelijk gemaakt door alle geweldige vrijwilligers. Moeten we niet vergeten in de sponsoren. Daarom was het niet zonder geluk. En de mascottes, hebben jullie die al gespot? En de mascottes vinden het hartstikke leuk als jullie straks gaan vertrekken. Je geeft ze allemaal even een high five. Daar zitten ze echt op te wachten. We vinden het mooi dat jullie er zijn. Oefenen om te kijken of iedereen er zin in heeft met de Europapa. Jullie? En dan komt hij bijna, hè? Dat wil ik toch zien. 1, 2. Mooi. Ik hoop dat jullie lekker erin komen nu. Want het is heel belangrijk vanavond. Het is ook warm. Ik heb begrepen dat er een extra wapenpunt staat bij Camping Rotondorf. Dus niet vergeten, mocht je dat hebben, er is onderweg EHBO. En ik heb eigenlijk al heel veel gezegd. En als eerste die mogen starten, is de 10 kilometer. De 10 kilometer. Wil die pas een klein beetje naar voren komen? Als jullie er klaar voor staan, dan wil ik natuurlijk eerst even het woord geven aan de burgemeester. Niet te vergeten, morgen woensdag is het hoedjesdag. Morgen is het hoedjesdag. Dus doe die vooral op. Dat vindt de organisatie geweldig dat je daar nog aandacht aan besteedt. Dus ik zou nieuwsgierig worden, wat wordt bedoeld met die spetterende afsluiting? Dat wordt wat. Dan geef ik nu graag het woord aan de burgemeester. Succes, hè? Ja, wel. Dankjewel, Ronka. Volgens mij is er al heel erg veel gezegd. Ik zou ook nog een keer willen benadrukken. Dankwoord aan alle vrijwilligers en de sponsoren die voor de 66e keer de avondvierdaagse hier in Noord-Wolde mogelijk maken. En ik denk dat een applaus voor deze mensen wel op zijn plaats is. Nou, en verder staan jullie volgens mij klaar om te gaan beginnen. Ja, toch? Ja, er wordt wel heel hard geknikt. Dus ik stel voor dat we beginnen met de openingshandeling die ik mag doen. En dan loop ik een stukje met jullie mee met de vlag van de wandelsportvereniging De Blaren. En dan gaan we op pad. Let op, hier ligt een paal op de grond. Denk om de paal hier bij de burgemeester. Ik wens jullie allemaal heel veel plezier. Thank you.
en klaarmaken. Zijn alle kinderen van 5 kilometer er bijna klaar voor? Iedereen de sportschoenen aan, mouwen opgerold. Even kijken. Is iedereen blij? Nee, dat komt de rol nog aan. Hebben jullie er zin in? Ja! Hebben jullie de mascottes al gezien? En ik had het vanavond ook al een keer gezegd, niet vergeten, morgen is het hoedjesdag. Morgen is hoedjesdag. Dus dat zou de organisatie leuk vinden. Morgen een hoedje op. We gaan bijna weer beginnen, denk ik, Wilco. Ik krijg een teken dat het mag. De burgemeester, jullie hebben hem waarschijnlijk al zien staan naast mij. Die gaat nu het lint doorknippen en dan aan jullie de eer om er als eerste door te gaan. Heel veel plezier. Als jullie mij nou even helpen met aftellen, dan beginnen we zo meteen met 3, 2, 1 en dan knip ik het neem door. Ja? Wat voor afstand komt hij nu langs dan? 10. 10 kilometer? 10 kilometer. De 15 gaat bij de Mouders weggraven, die gaat langs de eigenaar van Agentop. Dat pad en daar. Oké. En wat zit daar nou in? Die limonade. Ook gesponsord? Nee, die hebben we zelf gekocht. Dan zit je weer in stroom. Wat dan bij? Daar mogen de honden vrij lopen. Ja, op een half been, ja, maar dat interesseert ze niet. Dat interesseert ze niet. Wat voor die massa is plas? Alsjeblieft. Als je hard genoeg loopt. Ik moet er al neerzetten. Ik heb mijn auto gewoon op het pakket erin gezet, want de borden staan niet. Het is zo, hè? Je kan niet lezen. Maar ik kan me wel voorstellen trouwens. Zet hem op. Ja, hoi hoi. Tijd, hè? Wij volgen de bordjes. We hebben hele goede bordjes opgemaakt. Ja, we hebben je vrouw achtergelaten, hoor. Die moest natuurlijk weer plassen. Ja, die moest weer plassen. Je bent een foto schoonmaak. Ja. Ik zag een foto, je had een foto van. Eén klant, jongens. Hé, Henk. Hé, Henk. Ja. Heerlijk. Met die hele lichtronde. Ja, de Vennegol. Ja, Matthijsje, denk ik. Ja. Helemaal goed, Matthijsje. Dan komt de kleine zo nog wat. Eerst de schoonmaak. Zijn de wijnen, 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 wijnen.
Ik ben de voorzitter van Weerswedenbladen en wij houden voor de 66e keer de avondvierdaagse in Oudwolde. En wij hadden een speciale opening vanavond in gedachten in verband met de kinderen wat meer spektakel en meer plezier onder met het avondvierdaagse. Daarom hadden we de burgemeester ook nodig. En hoeveel deelnemers zijn er nu? Nu 360 en ik weet nog niet wat de losse lopers zijn die er nog meegelopen hebben. Ik denk dat we straks aan het einde van de 400 zitten. Nou, succes met het evenement. Dankjewel, Henk.